Welkom bij nog Spellen. Leuk dat jullie weer kijken. Dit keer moet jullie een blik werpen op Illyrion, het bordspel uitgegeven door Cradle of Games. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je in een 1 tot 3 uur mee bezig bent. Een beetje afhankelijk van welk scenario je gaat spelen. En in dit spel, dit avonturenspel, kruipen wij allemaal in de huid van helden die wij zelf gaan maken. Je hebt een handboek waarin staat welke soorten helden je kan kiezen en wat voor specialisaties je allemaal kan krijgen. Denk een beetje aan de meeste tabletop games, Dungeons & Dragons. En met deze helden vormen wij samen een groep, een party, waarmee we door Illyrion gaan trekken en allemaal avonturen gaan beleven. We krijgen een scenarioboek erbij met allemaal kant-en-klare avonturen waar we mee aan de gang kunnen gaan, als mede uitwerkingen voor bijvoorbeeld steden, dorpen, en wat daar te doen is en de karakters die je daar soms in kan tegenkomen. Het doel is per scenario afhankelijk. Over het algemeen moeten we gezamenlijk vijand of een dreiging het hoofd bieden, maar het kan soms ook zijn dat we ons gaan mengen in veldslagen of dat wij gesplitst worden en tegen elkaar gaan vechten. De onderdelen die jullie hier voor je zien zijn een prototype, dus de uiteindelijke vormgeving en regels kunnen nog afwijken van hetgeen ik jullie ga laten zien. Het komt sowieso niet in deze prachtige houten displays, maar zal onderin een bordspellendoos komen. Maar ik ga jullie wel alvast meenemen door hoe dit spel gespeeld wordt. Dus laten we maar eens kijken wat we nou eigenlijk allemaal krijgen. Het spel is bedacht door Sander ten Napel en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Het spel is gestoeld op een tabletop, zelfs een live action role-playing game, maar dan wat handzamer gemaakt. Dat begint altijd met hoe gaan we de groep samenstellen, wat voor verschillende karakters kunnen we daarin spelen, wat zijn hun specialismes. En dan heb je hier natuurlijk een stukje uitleg van waar die karakters goed in zijn, maar ook waar hun zwakke plekken liggen. En deze klasses worden dan allemaal uitgewerkt. Zodat je daar verder mee kan gaan bouwen. Nou, de uitleg van de verschillende kaarten die we tegenkomen, de spreuken, hoe dat werkt, etc. En omdat dit spel probeert je zoveel mogelijk vrijheid te geven, zijn er nogal wat regels om doorheen te gaan. Voorlis, je hoeft niet al die regels in één keer te lezen, want bepaalde effecten kom je pas op een gegeven moment tegen. Verder krijgen we een scenarioboek met daarin de verschillende scenario's die we kunnen spelen. Hoe zet je die op? Wat zijn de stappen die we daarin gaan nemen? Wat komen we tegen? De statistieken van bepaalde tegenstanders en de opties die we hebben. Verder krijgen wij het land Illyrion, de kaart waarover wij gaan reizen met de verschillende locaties, de paden en de routes. We krijgen verschillende reference sheets voor de terreintypes, onze reputatie. Hoe een gevecht in het kort gaat en een ronde in het kort gaat. Dit is nog het oude variant van het spoor waarop we ons geld, ons proviant, bier en reputatie bijhouden. De nieuwe ziet er zo uit. Een aantal kant-en-klaar gemaakte karakters, zodat je gelijk kan gaan spelen. Dan kun je van daaruit een beetje aan het spel gaan proeven. Deze marker die gebruikt wordt om aan te geven waar de party zich bevindt. En verder krijgen wij een heleboel verschillende tokentjes die we nodig hebben voor de diverse scenario's met wat markers erbij. En we krijgen een aantal kaarten die ook weer gebruikt worden voor de verschillende scenario's. En het uitvoeren van de spreuken, de vaardigheden die je hebt, etc. Dus we krijgen nogal wat. Laten we maar eens gaan kijken hoe we een scenario gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Elke speler kiest een karakter. Je kunt ervoor kiezen om zelf een karakter te maken. En dan ga je dus met elkaar bespreken van wat hebben we nodig. Het spel geeft een aantal tips afhankelijk van de hoeveelheid spelers. Welke karakters je het beste bij elkaar in een groep kan zetten om het in ieder geval een beetje gebalanceerd te houden. Maar het staat je in principe vrij om zelf karakters te maken met de spelregels. Je kiest de naam, je kiest wat voor klasse je bent en eventuele subklasse, het geloof. We beginnen afhankelijk van het scenario op niveau 1 of 2 of 4, net wat je met z'n allen bespreekt. Je krijgt je wapens en je krijgt eventuele eigenschappen, spreuken afhankelijk van de klasse. Het leuke van dit spel is dat alle vaardigheden en spreuken, die hebben een eigen kaart. En daar staat eigenlijk in het kort omschreven hoe deze werkt, wat je gooit,
als je een test doet en welk getal je moet halen om succesvol te zijn en wat eventueel ook consequenties zijn. Ik heb toevallig een avonturier genomen, die heeft vaardigheden. Googly Eyes speelt de tovenares. En die heeft spreuken, maar de opbouw van de kaarten, zoals jullie zien, is soortgelijk. Dus dat is prettig en houdt het simpel. Verder heb je hier onderaan 4 stats. Eentje je levenspunten, oftewel hoeveel klappen kun je krijgen. Ik kan 6 hebben, ga ik zo meteen een marker neerzetten. Je BP, dat zijn je beschermingspunten. Als je een schild hebt of magische bescherming of wat dan ook, dan helpen die met klappen opvangen voordat je daadwerkelijk gezondheid verliest. En magische punten die je soms ook nodig hebt om spreuken te casten of bepaalde dingen te doen. De track magie onderaan, die verwijst naar het aantal magische items wat je kan hebben. En dat kunnen er maximaal 12 zijn. Als je een 13e magische item met je meedraagt in dit spel, ontplof je dan omdat de concentratie magie dan zo groot wordt bij je dat je het niet overleeft. Maar ik begin met 6 levenspunten, 2 beschermingspunten en ik heb 3 magische punten. Staat allemaal keurig op je sheet hoe je dat uit kan rekenen, waar dat vandaan komt. En ik heb een kant-en-klaar karakter, dus dat is net zo makkelijk. Dan moeten we natuurlijk nog een scenario kiezen. Nou, om voor jullie zo min mogelijk van de verschillende scenario's te verklappen, kies ik voor het vrij spel. Het vrij spel is scenario 10 in het boek. En dat geeft aan wat de achtergrond is van het verhaal van dit scenario. Nou, het is de bedoeling om tussen andere wat langere scenario's eventjes tussendoor te spelen. Een vrij eenvoudige strekking. De groep loopt door tegen een opdrachtgever op en voert een relatief eenvoudige opdracht uit. Nee. Scenario 10, het vrij spel. Daar staat hier alles om dat op te zetten. Het doel van een vrij spel scenario is om tussen langere, grotere scenario's tussendoor te spelen. Het is eigenlijk gewoon eventjes een stukje uitblazen. Het is wat eenvoudiger in de manier waarop het gespeeld wordt. Je loopt tegen een opdrachtgever aan die zegt: ik wil dat je dit en dat voor me doet. Of ga me helpen daar en daar mee. En dat gaan we doen. En onderweg komen we van alles en nog wat tegen. Nou, hier staat iets over wat er gebeurt als je meerdere verhalen achter elkaar gaat spelen. Wat doe je met dode personages, geloven. Het startkapitaal. We krijgen 5 zilverstukken per speler. En we beginnen met 2 bier en 2 proviant. Dus 5 zilverstukken per speler. Dat betekent dat we 15 zilver hebben aan het begin. We hebben 2 bier en 2 proviant. En onze reputatie begint in principe op 0. Tenzij je dus vanuit een ander scenario komt waardoor het al beïnvloed is. We krijgen ook nog een voorwerp van niveau 1. Nou, het niveau van een voorwerp staat hier in de rechterbovenhoek. En je trekt gewoon van de voorwerpenstapel net zo lang tot je een kaartje pakt met niveau 1 erop. Dan ga je in de appendix 2, dat is een bijlage, middels een paar dobbelstenen bepalen waar we beginnen. Nou, wij zijn begonnen in Pelinor, hier deze grote stad. En we gaan het noodlotdek bouwen. We gaan eerst kijken wat het scenario wordt. Daarvoor gooien we de dobbelsteen. Op deze tabel zien we de aanleiding. In dit geval is onze aanleiding een handelshuis, genaamd De Rand. Die vraagt om ons, eigenlijk een handelaar van dat handelshuis vraagt ons om hem naar een specifiek dorp te brengen. En dat dorp ligt hier zo. Even kijken, dat is Nurde. Wat je dan gaat doen is je gaat de kortste route berekenen om in dat dorp te komen. En daarbij tel je alle cirkeltjes die er tussendoor staan afgebeeld op de wegen. De waterwegen tel je niet mee. En dat geeft je een aantal stapjes. In mijn geval zijn het 11 stapjes. En dat is in dit geval belangrijk, want dat geeft aan hoeveel scenariokaarten we door de stapel gaan schudden. En dat geeft aan hoeveel algemene gebeurteniskaarten we erin stoppen, in welke volgorde ook. 2 groen, 2 rood. En die gaan de basis van ons deck vormen. Nou, we hebben natuurlijk altijd de einde spelkaart. Daarbovenop komen de resterende kaarten. Dit is eigenlijk onze klok ook. 2 scenariokaarten. In mijn prototype heet ze nog gebeurteniskaarten. En we moesten 2 gebeurteniskaarten groen erin stoppen en 2 gebeurteniskaarten rood. Dat is 6 kaarten. Het deck in zijn totaliteit is het aantal stappen keer 1,5. Dat is hoeveel kaarten erin moeten zitten. Dus we hebben er nu 6 in zitten. Deze telt niet mee. Dus er komen nog 15 kaarten bij. En dat zijn gewoon wezenkaarten. Die pak je gewoon willekeurig uit de stapel. De enige beperking die je daarbij hebt om het spel gebalanceerd te houden is het niveau van de groep. Je kijkt naar de sterkste speler. Nou, we zijn allemaal level 2.
Dus dan mogen wij creatures erin hebben zitten van level 1 tot en met level 6. Dat is gewoon om te zorgen dat je niet gelijk het licht uit de ogen geslagen wordt. Je kunt zelf bepalen hoe je dat doet. Willekeurig 15 kaarten pakken. Ik vind het leuk om een beetje te mixen. Dus ik wil graag van alles wat. Dus ik heb wat eentjes erin gestopt. Wat tweetjes. Wat drietjes. Wat viertjes. En 1, 5. Rode kaarten zijn wat agressiever dan de groene kaarten. Met de groene kaarten kun je soms nog onderhandelen. Maar ook die kun je, nou ja, je kunt altijd zelf keuzes maken hoe je met mensen omgaat. Laten we het daarop houden. Dit gaan we allemaal goed door elkaar schudden. Dat plaatsen we bovenop de einde spelkaart. En dat is ook tegelijkertijd onze klok. Dat is hoeveel tijd we hebben om de handelaar vanuit Pelinor, waar we zijn, te brengen naar Nudde. Verder geeft het scenarioboek aan wat er gebeurt als je wint. Krijgt iedere held 2 goudstukken. Dat is best lekker. Dat zijn 5 zilverstukken. Dat is een best bakje geld. En de verschillende scenariokaarten die we erin hebben zitten. In dit geval scenariokaart 1 en 2. Als die getrokken worden, ook dan ga je kijken in het scenarioboek. Je gooit een dobbelsteen en die vertelt wat er precies gebeurt. En er staan dus allemaal kleine verhaaltjes hierin die je tegen kan komen. Zoals ik al zei, dit is een luchtig scenario, gewoon dat je een beetje kan proeven en voelen hoe het spel in elkaar steekt. Verder leggen we wat 6-zijdige dobbelstenen binnen handbereik. Onze groepmarker zetten we hier neer. We hebben wat beloningskaarten, wat voorwerpkaarten en een heleboel verschillende markers, waarvan we misschien een paar gebruiken in dit scenario. Maar die zijn bedoeld voor alle verschillende scenario's die erbij zitten. Leggen we binnen handbereik. Dus laten we maar eens een potje gaan spelen. In Illyrium zijn we natuurlijk een groep avonturiers en wij gaan avonturieren. En dat doen we door rond te reizen. We zijn over het algemeen altijd aan het reizen van de ene locatie naar de andere locatie. Ofwel omdat we ergens naartoe gaan, ofwel omdat we achterna gezeten worden, of omdat we gewoon op zoek zijn naar avontuur. Hoe dan ook, elke ronde kost tijd. En in elke beurt moeten wij 1 proviant opeten aan het begin van de ronde. Dat is gewoon wat we nodig hebben om de ronde door te komen. Daarnaast, elke speler krijgt aan het begin van de beurt 1 magiepunt terug. En uiteraard kan dat nooit meer zijn dan je maximum. Alternatief kunnen we natuurlijk ook in een stad zijn waar een herberg zit. Dan kost de overnachting ons niet 1 proviant, maar dan kost het ons 1 zilverstuk per speler. En als we dat betalen, we zijn met z'n drieën, dus 1, 2, 3, dan krijgen we naast het feit dat we geen proviant hoeven te gebruiken, ook nog 1 levenspunt terug, omdat we in een goed bed slapen en onszelf kunnen genezen. En voordat we beginnen, mogen we nog het een en ander kopen. Nou, er zijn in dit spel 3 soorten locaties. De gele ringen zijn hoofdsteden, de rode ringen zijn steden. En dan heb je nog de kleine rode plaatsjes en dat zijn dorpen. En uiteraard afhankelijk van waar we ons bevinden zijn bepaalde diensten wel of niet beschikbaar. Dat ga ik niet allemaal met jullie doornemen, maar je zult begrijpen dat in een hoofdstad er veel meer variatie is aan de mogelijkheden die we hebben om bepaalde dingen te doen ten opzichte van een klein dorpje. Aan de andere kant zijn hoofdsteden natuurlijk wat welvarender, zullen de prijzen dus ook iets anders zijn ten opzichte van een dorp. Maar het is misschien handig, aan het begin van het spel mogen we even winkelen, om wat proviant te kopen. We doen dat in een hoofdstad, dat betekent dat het 5 koperstukken is per speler om proviant te krijgen. Want we zijn natuurlijk met 3 spelers, dus 1 eenheid proviant is voor iedereen eten, betekent dat we dus 3 keer 5 koperstukken moeten betalen. 1 zilverstuk is 5 koperstukken en 1 goudstuk is 5 zilverstukken. Dus 25 koperstukken. Dus een tafel van 5. Jullie zien ook dat de hoeveelheid proviant en bier die we hebben, maar hoe meer dat wordt, dat we in andere schalen gaan komen. Hier zien we een ezeltje en hier zien we een kar. Als je hele bergen met eten mee wilt nemen, meer dan 7 proviant, dan zullen we een ezeltje moeten kopen om dat voor ons te dragen. Dat is simpelweg niet meer voor ons allemaal te dragen om voor 8 dagen aan eten mee te nemen met z'n drietjes. Dat neemt nogal wat ruimte in. En dat geldt dus ook als je 15 proviant hebt.
dan moet je dus een kar gaan kopen. En afhankelijk van waar we zijn, verschillen die prijzen. In de stad kost het 5 zilverstukken per, of 5 koperstukken. Doen we het proviant halen in een dorpje, is het slechts 3 koperstukken. Houd er ook rekening mee dat als je reputatie niet keurig op nul is, of positief of slechter is, dat dat invloed heeft. Het reputatiespoor ligt in mijn voorbeeld even hier bovenaan. Maar als je een slechte reputatie hebt, dan kun je je voorstellen dat je in bepaalde steden niet welkom bent. Dus dan kun je daar ook niet winkelen. En als je een goede reputatie hebt, kan het maar zo zijn dat je korting kan krijgen. Dan kunnen we gaan reizen. We kunnen ook nog een dag blijven in de locatie waar we zijn. Zoals ik al zei, we zitten in een grote stad. Naast proviant halen kunnen we naar ons harnas laten repareren. We kunnen misschien gaan winkelen. We kunnen ons laten genezen omdat we verwondingen hebben. Er is echt van alles en nog wat te doen. Ook daarbij ga ik niet te veel in detail treden. Maar weet dat je gewoon in dit boek een hele legenda hebt. Met alle verschillende winkeltjes en mogelijkheden die zich in de diverse locaties bevinden. Maar wat we natuurlijk in dit scenario willen doen, is we willen de handelaar niet te lang laten wachten. Want zijn bederfelijke goederen moeten binnen een afzienbare tijd naar Nudde. Dus wij gaan reizen. En reizen is gewoon één stapje zetten naar de eerstvolgende stip op een locatie. En nou kun je op verschillende manieren reizen. Je kunt natuurlijk gewoon reizen via de wegen. Dat is lekker makkelijk, dat is veilig en dat is eenvoudig. Maar zoals je ziet heb je hier ook een vulkaan en een paar kleine dorpjes. En die bevinden zich hier in de bergen. We kunnen ook via de bergen reizen en binnendoor. Het spel is daar vrij simpel in. Er zitten over het algemeen toch nog wel wat. Ja, dit zijn die kleine, minder gangbare weggetjes. Dus er zitten wel verbindingen. Maar uiteraard, het reizen op die manier kost wel wat meer. Als je afwijkt van de gebaande wegen, dan heb je een gids nodig. Heb je geen gids, dan wil dat nog steeds niet zeggen dat je niet de route gaat vinden. Maar dan kun je zo'n locatie alleen maar bereiken door een 5 of een 6 te werpen. Werp je die niet, ben je eigenlijk één ronde aan het zoeken naar de juiste route om bij die locatie te komen. En kun je het volgende ronde nogmaals proberen. Hetzelfde geldt voor het reizen door de bossen. Je ziet de groene verbindingen. Die zijn er puur om aan te geven welke stippen met elkaar verbonden zijn en hoe je kan reizen. Maar ook daar heb je een gids nodig. Heb je die niet, zul je wederom de dobbelsteen moeten werpen en enkel met een 5 of een 6 weet je op een bijna miraculeuze wijze je weg te vinden in een bos waar je niet gewoon bent. De laatste verplaatsing waar ik met jullie even naar wil kijken, dat zijn de boten. Alle dorpen waar de stippellijn doorheen loopt, die dus aan het water grenzen, daar kun je in een bootje stappen. De prijzen zijn afhankelijk van waar je opstapt. Je moet de schipper betalen voordat je aan boord klimt. Je kunt ervoor kiezen als groep om niet te betalen, maar dan gaat onze reputatie 4 omlaag. En het voordeel van het verplaatsen met de boot is dat je, zo ziet, sneller gaat en je mag 2 verplaatsingen doen in 1 dag in plaats van 1 enkele. Dat mag echter alleen als je vaart in de richting van de rivier. Als je er tegenin vaart, dan is dat niet mogelijk. Maar je ziet dat die blauwe stippen, dat zijn de verplaatsingen via de rivier, die gaan een heel stuk sneller. Maar we gaan even terug naar ons eigen voorbeeld. We kiezen ervoor om gewoon de weg te gebruiken. Overigens, als je berekent hoeveel stappen het is naar het doel van je scenario, dan kies je de kortste route, maar dan wel via de wegen. Dus de shortcuts laat je daar weer links liggen. Maar wij bewegen gewoon over het pad naar deze locatie. En dan trekken wij onmiddellijk daarna een noodlotkaart. Op die noodlotkaarten staan onderaan een aantal terreinsymbolen. En die geven aan waar dit, in dit geval waar deze everzwijnen, aangetroffen kunnen worden. De bossen, op bruggen, de wegen. Nou, je kijkt even naar het terrein waar je op staat en de route die je genomen hebt. In dit geval hebben wij vlaktes, wegen en we hebben een brug, een rivier over, zijn we overgestoken. Dus als één van die terreinsoorten daarbij zit, we hebben hier aan de zijkant ook nog de bossen genaamd het everwort, nou, dan is de kans dat daar everzwijnen uitkomen realistisch. Hier heb je een legenda van de verschillende symbolen, dat je nou even kort kan nakijken van waar komen deze speciale karakters tevoorschijn. Maar in ons geval past de kaart bij de locatie waar we zijn en wij komen dus everzwijnen tegen.
Jullie zien een 3 in het midden. Nou, dat is de moeilijkheidsgradatie. En verder zie je hier onderaan een klein tabelletje die aangeeft hoeveel evenzwijnen we tegen gaan komen, afhankelijk van de hoeveelheid spelers. We zijn met 3 spelers, dus we komen 2 evenzwijnen tegen. Verder staan hier de speciale eigenschappen en de mogelijkheden om te vluchten. En wat er eventueel met onze reputatie gebeurt als we succesvol zijn. In dit geval zouden we een reputatie erbij krijgen. Hoe ziet een gevecht eruit? Een aantal stappen. Als eerste het sluipen. Mocht er in de groep iemand zijn die kan sluipen, dan kan die speler proberen om de groep langs de vijand te sluipen. Op zulke kaarten staat dan wat jij moet doen om een score te halen. In dit geval, ik moet een 6 D6 gooien. Plus mijn niveau. En dat is mijn resultaat. Ik ben niveau 2, dus misschien gooi ik een 5. Plus 2 is mijn resultaat een 7. De tegenstander telt zijn niveau. En dit was een niveau 3 evenzwijn op. Plus 4. En jullie zien dat ik een hoger moet zijn dan dat niveau. Nou, als ik 7 heb en mijn tegenstander heeft 7, ben ik niet hoger. Dus dan lukt het sluipen niet. En ik kan dus van tevoren al kijken van is dit een goed idee op dit moment. Belangrijk bij alle tests, een 1 is altijd een automatisch falen. En een 6 duidt altijd op een succes. Het is wel zo dat als beide zijden een 6 gooien, dan ga je gewoon verder met het berekenen. Maar wij kiezen er niet voor om te sluipen. De tweede optie is, we kunnen proberen te vluchten. Dat lukt ook alleen maar als de groep met een 6-zijdige dobbelsteen het getal gooit wat hier staat of hoger. Vlucht is echter niet heel heldhaftig, dus dan verliest de groep 1 reputatiepunt. Maar wij zijn natuurlijk een dappere groep en een paar evenzwijnen schrikt ons niet af. Dat betekent dat we gaan vechten. En als we gaan vechten, doen we dat in 4 stapjes. Als eerst het initiatief, de helden beginnen altijd en daarna de vijanden. En de aanval is onderverdeeld in eerst spelers die magie los kunnen laten. Daarna, als het monster een magische aanval heeft, doet het monster zijn magische aanval. Dan spelers die boogschutters zijn. Daarna eventueel het monster wat een boogschutter zijn. Nou, evenzwijnen zijn niet zo heel erg magisch en hebben ook niet de duim om een boog te kunnen bedienen. En het laatste is natuurlijk het hand-tot-hand gevecht. En dat betekent dat wij met getrokken wapens ons storten op de evenzwijnen. En zo gaan we met elkaar te lijf. Als er meerdere mensen bijvoorbeeld magiërs zijn, dan mogen de spelers onderling bepalen welke spreuk als eerste gelanceerd wordt. Als de tegenstander meerdere magiërs heeft, dan wordt de hoogste worp als eerste afgehandeld, enzovoort, enzovoort. Nou, ook magie werkt op dezelfde manier als vaardigheden. Dit is een spreuk die waarschijnlijk niet van toepassing is. Nee, ondoden verjagen. Maar hij gooit een D6 plus het niveau. En de tegenstander biedt weerstand middels het niveau plus 3. Dus dat is hoe spreuken ook in elkaar zitten. En soms heb je ook gewoon kaarten die zeggen van joh, doe jouw check, D6 plus jouw niveau. En als je een 3 haalt of hoger, heb je succes. Niet alles is gerelateerd aan aan de eigenschap van de tegenstander. Maar dat staat allemaal keurig in dat balkje. Maar in ons voorbeeld hebben we wel een magier. Alleen die magier heeft geen spreuken die werken op evenzwijnen. De magische fase slaan we over. We hebben geen boogschutters meegenomen, dus dat slaan we ook over. Dus dan komen we bij het hand tegen hand gevecht. Nou, wij als spelers mogen altijd als eerste. We gaan onderling bepalen wie begint. Misschien begint Army Guy wel, omdat dat toevallig de krijger is. En die gaat gewoon een dobbelsteen werpen en die telt daar zijn aanval bij op. Op je karakterkaart staat gewoon je aanvalswaarde. In dit geval is dat plus 2 enkel alleen door mijn niveau. Maar misschien heb ik wel een goed wapen of heeft mijn klasse nog een specialisme of heb ik nog een magisch wapen wat een bonus geeft of nog iets anders. Dus dat getal kan steeds hoger zijn. Maar ik gooi bijvoorbeeld een 2 plus 2, dus dan zou mijn resultaat een 4 zijn. Army Guy heeft er 5 geworpen, die telt er 3 bij op, dus dat is in totaal een 8. Onze magier, die gooit een 6 maar liefst, maar die is niet zo goed in hand tegen hand gevecht, dus die heeft geen bonussen. Dus ons eindresultaat is een 6 vanuit het magier. Ik heb een 4 geworpen en Army Guy
ga ik even voor het voorbeeld zwart maken, die heeft 8 geworpen. Dus dat zijn onze hand tegen hand gevechten. Het is overigens niet mogelijk om zowel een magische aanval als een boogschuttersaanval als een hand tegen hand te vechten te doen. Je doet 1 van de 3 aanvallen altijd. Maar dit is ons resultaat. Dus wij tellen dat bij elkaar op en dan komen we uit op een fantastische 18. We hebben 2 evenzwijnen. Dus dat betekent 2 dobbelstenen voor de evenzwijnen. Dat is een 6 en een 3 plus hun niveaus erbij. Dus dat is een tweede 6. En er komt effectief nog 3 punten bij. Dat moet je even als een plus 3 zien. Dus hun eindresultaat is 15 tegen onze 18. Als wij net zoveel of meer hebben dan de tegenstander, dan winnen wij het gevecht. Hoe dan ook, vechten levert schadepunten op. Maar als we winnen, krijgen we slechts 1/4 van de totale schade. Zij doen 15 punten aan schade. Dat delen we door 4. Dus dan kom je uit op 3,75. Afgrond naar beneden betekent dat we 3 schade krijgen. En die moeten we onderling verdelen. En daar kan het dus weer handig zijn om te zeggen van oké, ik heb 2 beschermingspunten. Dus als ik 2 schade neem, is dat alleen maar mijn bescherming die kapot is. Die moet ik dan wel weer ergens laten maken. Alleen als mijn levenspunten eraf gaan, wordt het wat gevaarlijker. Nou, misschien heeft de krijger nog wel meer beschermingspunten. Dus misschien zeggen ze hij 2 en ik 1. Maar we mogen dat onderling verdelen. Mocht het zo zijn dat wij niet zo goed geworpen hebben en de evenzwijnen winnen in dit geval het gevecht, dan krijgen we een schade gelijk aan de helft van de opgetelde punten. Maar als we winnen krijgen we de reputatiebonus en eventuele schatten. Nou, deze laten niet zoveel schatten achter. Hier staan ook bijvoorbeeld alternatieve manieren om ze te verslaan. We kunnen ook 1 proviant afleggen, waardoor de evenzwijnen dat proviant gaan opeten en kunnen wij er lekker vandoor. En in dit geval, als we een druïde hebben, kan die ze wegsturen als die een bepaalde check doet. Maar sommige figuren, als je die verslaat, krijg je een bonus, in dit geval in de vorm van een zilverstuk en soms in de vorm van proviant. Dat staat allemaal op het kaartje vermeld. Ongeacht of we winnen of verliezen, daarna is de confrontatie voorbij en gaat de kaart naar de aflegstapel. Jullie zien natuurlijk ook dat we hier naast proviant bier hebben. We kunnen ervoor kiezen aan het begin van de dag om geen proviant te gebruiken, maar in plaats daarvan 2 bier. Als je 2 bier gebruikt, nou, dan heb je ook een gezellige dag, maar dan hoef je geen proviant in te zetten. Dus dan heb je toch wel gewoon gezond gegeten, als het ware. Bier heeft wel een aantal nadelen. Als we vechten tijdens de magische en de boogschutterfase, krijg je een -1 op elke worp. Alleen als we hand tegen hand doen, dan krijgen we een +2 op elke worp, omdat we lekker overmoedig zijn. Nadeel is, als we klappen ontvangen, en dat zoals jullie gemerkt hebben is bijna standaard, is wel dat we een extra punt schade krijgen. Maar dat is in principe hoe je een dag speelt. Dan gaan we naar de volgende dag. We eten weer 1 proviant. We krijgen 1 magiepunt terug als we dat verloren waren. En we gaan weer kiezen waar gaan we naartoe. Nou, we kunnen zeggen van nou, we gaan naar een dorpje. In het dorpje krijgen we natuurlijk eerst een noodlotkaart. Nou, je kijkt wat is het. In dit geval boeren. Nou, boeren kunnen we inderdaad aantreffen in een dorpje. Jullie zien dat de cirkel groen is. Dat betekent dat ze in principe positief zijn, maar je kunt ze wel aanvallen. Je verliest dan 1 reputatie, maar je krijgt wel 1 zilverstuk. Aan de andere kant, zij verkopen 1d6 plus 2 proviant voor 1 zilverstuk per proviant. Dus dat is dan natuurlijk wel weer aantrekkelijk. Dus je gooit de dobbelsteen, in dit geval hebben ze 3 proviant voor een zilverstuk, dus de piece. Dus dat is 1, 2, 3 zilverstukken, 3 proviant erbij. Nou, dan kunnen we goedkoper bij de boer aardappelen, graan en wat dan ook kopen. Maar je moet wel kiezen, gaan we met ze handelen of gaan we ze beuken? Je kunt niet zeggen, nou, we gaan eerst handelen en dan steken we ze neer. Dus het is het een of het ander. Nou, dat zijn de verschillende vijanden. Nou, zoals we al zeggen, er zitten hier ook een aantal eventkaarten in. Zoals hier de zakkenrollers. Dat is een rood event, dus dat zal negatief zijn. En ook hier staat dan weer keurig wat er gebeurt. En waar je je moet bevinden om de zakkenrollers tegen te komen. Ben je midden in de bossen of midden in de bergen, dan zul je zien dat de zakkenrollers daar niet zijn. En dan gaat de kaart gewoon weg zonder dat er iets gebeurt. En tot slot hebben we de scenario kaarten die we tegen kunnen komen. Nou, hier heb je scenario kaart nummer 2. Let niet op het feit dat hier nog gebeurtenis op staat. En dan gaan we naar ons scenario toe. Ik ga jullie niet al het plezier ontnemen. Maar scenario kaart 2 zegt gooi een 6-zijdige dobbelsteen. We gooien de 6-zijdige dobbelsteen. We gooien een 5. Dat is de ingestorte brug. En dan ga je dus kijken. De ingestorte brug. Hier zo. En dan staat hier het verhaaltje wat je gaat
spelen op dat moment. En wat je dan voor keuzes kan maken. En zo avontureren we vrolijk verder en uiteindelijk proberen we de handelaar veilig hier te krijgen. Belangrijk om te onthouden, belangrijk om te weten in dit spel, als je levenspunten op nul komen, dan ben je gelijk dood. En dit is een, in dat opzicht is er wat magie en er zijn wat gekkigheden, maar als je dood bent, ben je dood en niets kan de held nog terughalen uit de onderwereld. En er zijn natuurlijk nog andere manieren waarop je held het leven kan laten. Maar verder kun je over het algemeen in de meeste steden en sommige dorpen jezelf weer genezen. Je kunt je op 3 manieren genezen, want je hebt natuurlijk verwondingen die je gewoon krijgt, lekker levenspuntjes erbij. Maar je kunt ook vergiftigd worden of je kunt ziektes krijgen. En dan zul je toch op een andere manier jezelf weer moeten proberen te herstellen. Maar op die manier gaan de spelers met elkaar reizen door het prachtige Illyrium en gaan ze van de ene locatie naar de andere locatie en gebeurt er van alles en nog wat afhankelijk van het noodlotdek. Wat tevens de klok is die we moeten gebruiken, die we in de gaten moeten houden om binnen die tijd bij ons doel te komen. Wat nog wel even belangrijk is, het kan natuurlijk zo zijn dat onze proviant en ons bier allemaal op is. Wat er dan gebeurt is dat iedere speler 1 levenspunt verliest en we zijn dan ook te zwak om genezen te worden. Zowel van ziektes, vergif als onze levenspunten. Dus daarvoor moeten we eerst weer proviant hebben en een dag normaal kunnen eten. En dan kunnen we onszelf weer laten genezen. Maar anders zijn we gewoon een langzame hongersdood aan het sterven. En dat willen we natuurlijk zien te voorkomen. Dus dat is absoluut een meter om rekening mee te houden. Nou, verder kan er natuurlijk nog van alles en nog wat gebeuren. Er zijn locatiekaarten, die kunnen je meenemen in kerkers. Daar kun je voor kiezen, op bepaalde sublevels. Als je dat tegenkomt kun je zeggen van oké, we gaan naar kerkers binnen. En dan staat hier hoe je een klein, eigenlijk binnen je scenario, nog een mini scenariootje speelt. Dan stopt die tijd even en dan kun je de kerkers door. Zo heb je ook nog speciale locaties. Waar dus ook het een en ander staat, wat je kan doen, wat je tegen kan komen. En je hebt alle verschillende monsters hier uitgewerkt. Nou, het is een wereld waar je heel veel in kan ontdekken. Maar het basismechanisme is, we beginnen de dag met een gezonde maaltijd of bier. En we gaan reizen en we kijken wat ons pad kruist. En afhankelijk van waar we zijn, hebben we keuzes wat we daar nog meer kunnen doen naast de noodlotkaart die ons pad kruist. En we proberen binnen de tijd het scenario te voltooien en als beloning daarvoor krijgen we in dit scenario 5 goud of een goudstuk per speler. En tussendoor krijg je ervaringspunten. Sommige scenario's geven aan dat als je het scenario voltooid hebt, je er een ervaringsniveau bij krijgt. Soms krijg je terwijl je aan het spelen bent een niveau erbij, maar dat wordt allemaal door de scenario's zelf verteld. En als je niveau omhoog gaat, gaan je statistieken omhoog, worden je skills beter. En er zijn dus ook mogelijkheden dat je nieuwe spreuken leert, dat je nieuwe vaardigheden krijgt, dat je andere wapens gaat vinden. Een hele stapel aan voorwerpen en beloningen. Het karakter kan ook van het ene scenario naar het andere scenario gaan en zo verder ontwikkelen. En er zitten allemaal regels in die dan het scenario schalen naar de spelers. Naast de 10 scenario's die in het scenarioboek zitten, is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om je eigen scenario's te creëren. Daar leent het spel zich voor, de spelregels stimuleren dit ook, zodat je met jouw groep helden je eigen avonturen kunt gaan beleven in de wereld van Illyrium. Dus laat je niet beperken door het scenarioboek en geef je fantasie de vrije loop. Gebruik de regels en de voorzetjes die het spel geeft en creëer je eigen verhalen. En als extra bonus heb je ook nog de stad Helmhaven rechts onderin op de map, die volledig is uitgewerkt. Waarbij je dus een afzonderlijke map krijgt van de stad zelf, met de verschillende districten, de locaties die daar te bezoeken zijn en allerlei acties die je daar kan uitvoeren. En daar kun je dus ook nog weer nieuwe avonturen gaan beleven. En eigenlijk proberen zo lang mogelijk in die stad te blijven voordat je geld op is of voordat je reputatie zo slecht is dat je eruit getrapt wordt. Of als je klaar bent met alles wat je daar wil doen. Dus dat is nog een mini map met een hele geschiedenis erbij die je ook in dit spel krijgt. Maar op deze manier wordt Illyrium gespeeld. Als je een liefhebber bent van avonturenspellen en ook wat ervaring hebt met bijvoorbeeld Dungeons & Dragons of andere tabletop roleplaying games, dan ga je absoluut heel veel plezier halen uit Illyrium. Er zitten fantastische verhalen in die je kunt beleven samen met jouw groep avonturiers. En je kunt de scenario's achter elkaar knopen of op een volgorde naar keuze gaan spelen, waardoor jouw held steeds sterker wordt,
betere uitrustingstukken krijgt, maar tegelijkertijd zal het spel daar dus ook steeds moeilijkere gevaren en obstakels op je pad werpen. Een van de dingen die ik bij Illyrium eruit vind springen is het feit dat het Nederlandstalig is. En het is ook Nederlandstalig. Dus ook de wereldkaart, alle locaties die daarop staan, zijn Nederlandse namen. Denk aan de Grote Zomp, een moerasgebied, of Wezenbeek als plaatsje. Dat zijn namen die gewoon, ik vind dat een ontzettend leuke touch. Als we dan toch alles in het Nederlands hebben, dat we ook gewoon een Nederlandse wereld hebben waar wij ons doorheen begeven. En de verschillende namen die hierop staan zijn echt heel creatief gevonden. Er zit heel veel verhaal in. Dit is echt een spel wat je, waar je uren en uren mee zoet kan zijn. Wat dagen en weken misschien zelfs. En wat ik leuk vind aan dit soort avonturenspellen is natuurlijk het bouwen aan je karakter. Het is niet het meest toegankelijke spel in de zin van, er komt nogal wat op je af. Omdat het probeert je aan de ene kant de vrijheid en de mogelijkheid te geven om heel Illyrium te ontdekken. Dus de verschillende locaties, de legendes, mythes, de achtergrond van wat er allemaal gebeurd is. En daar snuffel je een beetje aan en krijg je soms een flart van te zien of word jij deel van. Maar wat ik al zei, dit is wel een spel wat heel dicht tegen een tabletop roleplaying game schurkt. In de zin van, je hebt een karakter wat je gaat maken. Dat kun je een klasse geven, een subklasse, wapens, magie, spreuken, vaardigheden, bladibla. En je ziet ook allemaal tabelletjes hoe je dat kan verbeteren. En in het begin is dat echt simpel. Neem een pre-made character en dan is gewoon een bonus op je aanval, je niveau. En je krijgt wat levenspuntjes en het staat eigenlijk allemaal heel duidelijk in. Maar je kunt ook tegelijkertijd je eigen fantasie erop loslaten en een karakter creëren wat jou leuk lijkt. En dat systeem zit hier ook in. Met de beperkingen van dit spel. En wat ik knap vind gedaan is dat ze het toegankelijk hebben gehouden. Zowel de encounterkaarten, of de noodlotkaarten moet ik zeggen, als de items, als de spreuken, als de vaardigheden, hebben ze eenzelfde opbouw gegeven. Grote cirkel in het midden, dat is het niveau van de kaart. En dan heb je daaromheen een paar basisstatistieken. Eigenlijk alle spreuken en vaardigheden werken gewoon met links is hoe jij je check doet en rechts is het resultaat wat je moet halen. Maar de battles zijn eenvoudig gehouden. Beide zijden doen hun ding. Afhankelijk van in welke lagen ze aanvallen, kan het zo zijn dat je een monster al kapot hebt voordat hij aan de beurt is. Win je het spel, win je de confrontatie, krijg je de bonus. Verlies je de confrontatie, dan niet. Maar over het algemeen hou je er ook nog een portie schade aan. Ook dat kun je natuurlijk weer door met boogschutters te werken een beetje omzeilen. Net als in het echt. Qua vormgeving zie je dat er heel veel energie en liefde in gegaan is. De kaarten die ik jullie heb laten zien zijn nog niet de definitieve artwork allemaal. De herspeelbaarheid is ook prima. Je zou hetzelfde scenario meerdere keren kunnen doen. Je weet misschien dan wat het uiteindelijke doel is. Maar wat er onderweg gebeurt, wat je tegenkomt en de keuzes die je maakt en hoe de confrontaties aflopen, dat kan elke keer weer anders zijn. Omdat je een ander karakter hebt, andere eigenschappen hebt, de dobbelstenen die je tegenwerken of met je meezitten. En de volgorde waarin monsters tevoorschijn komen. Zoals in mijn stapeltje zit één niveau 5 monster. Het zou zelfs een niveau 6 kunnen zijn. Als je dat gelijk als eerste confrontatie krijgt, dan is dat even anders dan als dat de ene laatste confrontatie is. Waarbij we onszelf misschien met wat geld en wat ervaringen hebben kunnen bekwamen. En dan is het misschien wat makkelijker. Maar ook wie hebben we in onze groep zitten, maakt ook nog wel eens uit of een confrontatie succesvol of teleurstellend wordt. Maar alles bij elkaar genomen is Illyrium wat mij betreft een uitstekend spel. Als je houdt van dit soort avonturenspellen waarbij er best wel wat van de spelers gevraagd wordt. Tegelijkertijd geeft het spel daar heel veel voor terug. Want je hebt een hele wereld met alles wat daaromheen verzonnen is. Kant en klaar binnen je tot je beschikking. En het spelmechanisme zelf is eenvoudig. We beginnen de dag, we nemen een ontbijt, we reizen of we blijven waar we zijn. En afhankelijk van wat we doen krijgen we een encounterkaart. De klok loopt altijd. En kunnen we eventueel winkelen als we in steden zijn of zijn we misschien bij een speciaal figuur waar we het een en ander mee kunnen doen. Dus het is een spel waarbij je heel veel vrijheden, heel veel mogelijkheden hebt. En ondanks al die vrijheden en mogelijkheden, wat natuurlijk zorgt voor meer regels, want het moet allemaal wel ergens een beetje uitgelegd zijn, is het ook weer gestroomlijnd in de zin van,
Je doet een stapje, je doet je acties, de dag is voorbij en we gaan door naar de volgende dag. Dus het is vrij gemakkelijk te behappen. Maar het voelt niet alsof het tekort schiet in de avonturen die je beleeft en de situaties die je meemaakt. En natuurlijk, dit soort spellen worden gewoon leuker als je met de groep een beetje mee gaat leven in. Niet zo van, oh, we komen even zwijnen tegen, chop 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 chop, gooi dobbelstenen, klaar. Maar als je daar een beetje een verhaal omheen maakt, dan wordt het spel gelijk 10 keer zo leuk. En zeker de scenario's helpen daarbij, omdat die een dikkere rode lijn hebben dan wat ik in het voorbeeld heb laten zien. Dat vooral een makkelijke manier is om even een keer het spel te ervaren. Ik speel al heel veel jaren Dungeons & Dragons. En ik moet zeggen dat dit is een toegankelijkere manier om mensen toch een beetje in die scene te krijgen. En het feit dat alles in het Nederlands is, vind ik echt gewoon super tof. Dat maakt deze wereld voor mij heel interessant. En alles wat hier gebeurd is en wat er op achtergrond speelt, waar wij dan middels de scenario's een beetje weet van krijgen. Wat voor facties zitten hier? Hoe is de wereld geworden zoals die nu is? Wat leeft er allemaal? Dat ontdekken, dat vind ik fantastisch gedaan. En dat is waarom ik dit spel persoonlijk echt heel erg leuk vind. Maar zoals ik al zei, het is niet voor iedereen weggelegd. Maar voor mij is het een aanrader voor mensen die liefhebbers zijn van dit soort roleplaying avonturenspellen. Maar die het gewoon net even wat beknopter willen en wat vereenvoudigd. Waardoor je toch wat makkelijker nieuwe spelers kan meenemen. Dan is dit misschien een fantastische manier om er kennis mee te maken. En het is leuk om Illyrium te leren kennen. Dus om die reden heb ik het een 8 gegeven. Spellen's older.